We hebben hier een hond die echt ontzettend lief en schattig aan het spelen is met deze ring. Maar de ring valt over zijn staart. Ja, de kans dat dat gebeurt is echt ontzettend klein. En vandaag gaan we kijken naar nog veel meer dingen waarvan de kans heel erg klein is dat ze gebeuren. Zo hebben we hier een verjaardagstaart en... Oh, nee, wat? Wow, yo, dit is echt insane. Holy damn. Deze zie je toch niet aankomen, dames en heren. Kijk, die taart zie je al vallen. Je denkt van, ja, jammer van die mooie taart. En deze gast vangt hem gewoon. Besef, deze gast had ook gewoon helemaal onder de taart kunnen zitten hierna. Dat was een veel grappiger filmpje geweest natuurlijk. Maar hey, goed dat de taart nog helemaal mooi heel is. Oké, we hebben hier een... wat is dit? Oh nee. Een graafmachine laat een steen vallen. En die gaat dan waarschijnlijk net ergens langs af, want niet kapot mag gaan. Dat is wat ik voorspel. Ik heb geen idee. Oh, ja. Oh, hij stopt hier net voor die auto. Oh, de auto heeft maar een klein tikje gehad. Maar als deze steen op die auto kwam, dan... Dat had heel veel centjes gekost. Deze gasten zijn een lekker balletje aan het trappen. En deze gast schopt tegen de lat. En die keeper die denkt van, ja, let's go. Het was geen goal. Super nice. Maar wat gebeurt er nou met deze bal? Ja, je ziet het. Het is alsnog een goal. Oh. Ja, dat is even huilen. Dat is echt even ontzettend hard huilen. Als dit gebeurt, word je per direct uit het voetbalteam gezet. Niemand die nog met je in het team wil zitten. Nou, nee, ik hoop van deze jongen dat het niet zo erg is geweest. Maar het was een ontzettend domme actie. Dit gaat altijd fout. Skateboarden. Ja, dat zijn vaak ook gasten die niet bang zijn. Oh, wojo, om op hun plaat te gaan. Maar wat er hier gebeurt is, ja, iets wat een hele kleine kans is. Precies op het moment dat hij dus in de lucht is met zijn skateboard, komt er een bliksemschicht. Of nee, het is op het moment dat hij neerkomt op de grond met zijn skateboard. Oké, dit is echt een ontzettend vet moment. Deze gasten zijn lekker met bijltjes aan het gooien op de vrije zaterdagmiddag. Nou, ik denk trouwens dat deze gasten best professioneel hierin zijn. Ze hebben zelfs een bijlenshirt. Wojo, oké. Allebei tegelijk gooien ze en hij komt nog in de roos ook. Dat is echt ontzettend ziek. Ja, dat verzin je natuurlijk niet dat dit gebeurt. Deze gasten hadden het zelf ook niet verwacht volgens mij. Kijk hier, ze gooien die bel. Bap! En, oh, ze kijken elkaar aan van, hey, Aito buurt. Lekker gedaan. Aito! Deze gast komt van de glijbaan en wat? Oké, je kunt niet smoother uit het zwembad komen. Ik denk alleen dat de kans dat dit gebeurt niet heel klein is, want deze gast die ziet eruit of dat hij hier werkt en dit echt elke dag 10 keer doet. Kijk hem gaan dan, wojo, dit gaat gewoon te smooth. Het lijkt gewoon bijna nep. En we hebben hier een snowboarder en... Oké, ja, dat moet pijn gedaan hebben. Maar hij komt wel echt super smooth weer terecht. Ja, de kans dat dit gebeurt is ontzettend klein. Het lijkt gewoon net of dat het bij een trucje hoort. Ja, dit heeft hem wel echt gesaved. Ik denk dat hij anders heel erg veel pijn had gehad. Als dit fout ging, had deze gast waarschijnlijk zijn hele snowboardvakantie af kunnen zeggen. Oké, we hebben hier een skateboarder. Nice. Oh, wojo. Wat? Dat was ontzettend ziek. Kijk hem gaan dan. Hoppakee. Hij scoopt hem gewoon omhoog. Hij is dan wel gevallen, maar wel in stijl. Kijk hem gaan. Hier, bam. En hij scoopt hem omhoog en pakt hem vast. Nou, dit kan niet gepland zijn, toch? Of doet hij dit altijd zoals hij valt? Kijk, als je op deze manier valt, ziet het er gewoon iets minder treurig uit. Oké, we hebben hier een meisje die zijn leuk TikTok-dansje aan het doen. En, oh, ik schrik er ook gewoon van. Het is bijna een jumpscare. Ik weet niet wat hier gebeurt op de achtergrond. Oké, iemand gooit dus die basketbal. Die wilde erin gooien om eigenlijk de TikTok wat vetter te maken. Maar die stuit het dus op haar hoofd. Ja, die kans is ook echt ontzettend klein. Oké. Ze zijn hier een filmpje aan het maken dat deze vrouw dus zeg maar, wojo, met een vinger op zijn hoofd aan het kietelen is. En deze gast gaat toevallig net door zijn haar heen. Dat is echt ontzettend eng. Kijk dan, het is gewoon net of dat deze gast het gewoon oprecht voelde. Dit zie je inderdaad niet vaak gebeuren. Oké, we hebben hier weer een basketballer. En oh, wojo, wat? Oké. Ontzettend vet. En dan heb je het ook nog eens op camera. Bam, hij stuit het op het hek. En alsnog zit hij in de basket. Dit is het doelpunt van het jaar, dames en heren. Oké, deze gast zit hier lekker te chappen. Wojo. Nee, joh. Er zit gewoon... Is dit niet gewoon zijn tweelingbroer? Ze lijken echt ziek veel op elkaar. Maar je zou maar inderdaad gewoon rustig naar een restaurant toe gaan... en daar je dubbelganger tegenkomen... die ook nog eens dezelfde kleding aan heeft. En dezelfde bril en alles. Ik heb alleen geen idee of dat het echt is. Maar anders zou het inderdaad een heel erg groot toeval zijn. Oké, zij was net hier aan het eten... en ze kwam de ober tegen... en ze hebben dezelfde tattoos. Oké. Wat? Ze hebben ook dezelfde veer. Dat is ontzettend ziek. Ik zou echt helemaal in shock zijn als dit zou gebeuren. Oké, wat hebben we hier? Stoeltjes. Nice. Lekker doei. Wait. Oh, wat? Kijk eens, deze stoel. En die stoel hebben ze ook. Hé, deze telefoon heeft meegeluisterd, man. Dat kan niet anders.
Kijk dan, ze krijgen deze stoel en die staat ook in de woonkamer. Nee, dat kan geen toeval zijn. Je telefoon, dames en heren, luistert altijd mee. Ik vond het einde van de regenboog. Hé, dat heeft nog nooit iemand gevonden, dames en heren. Als het echt zo is, zou het heel erg vet zijn. Oh, het komt echt daar in die boom uit. Wow, yo. Wat? Dit is dus hoe dat het einde van de regenboog eruit ziet, dames en heren. En het toevalligste is nog dat hij dus bij een bank stopt. Jullie kennen misschien de theorie wel dat je aan het einde van de regenboog een pot met goud vindt. Het kan dus niet toevalliger zijn dat deze regenboog eindigt bij een bank. Oké, we hebben hier deze papegaai en die flipt een bekertje om en hij komt echt precies weer recht te staan. Oké, dit is echt enorm ziek. Ik vind dit zelfs lastig om te doen. Maar die papegaai die doet het gewoon even of dat het niks is. Er wordt hier een hoge bal gespeeld in het stadion en kijk eens even, hij bounce hier vanaf het dak. Bam! In een glas bier van deze man. Als dit geen ziek moment is, dan weet ik het ook niet meer. Dit is echt enorm ziek. Maar de vraag is natuurlijk, dames en heren, heeft hij dat biertje nog opgedronken? Als ik hem was, had ik het niet gedaan, want dat biertje is nu ontzettend veel geld waard natuurlijk. Hier zijn mensen Jenga aan het spelen en hier gaat iets heel erg zieks gebeuren, denk ik. Ik denk dat hij dat zwarte blokje gaat pakken en... Ja, dit gaat natuurlijk goed, of niet? Let's go! Ja, ja, ze hebben het gewoon gehaald. Hiervan is de kans echt heel klein dat het lukt. Oké, hier zijn gasten aan het golven en... Wow, yo, wat? Enorm ziek. Enorm ziek, dames en heren. Dat is ontzettend lijp. Ik ben benieuwd, hè. Hoe vaak hebben ze erover gedaan voordat dit lukte? Ik denk echt 1 biljoen, miljoen, miljard keer. En dat is vaak. We hebben hier weer een golfer. En wat gaat hier gebeuren? Oké, bam. Hij slaat tegen de bal aan. En... Oh, hij gaat hier inkomen natuurlijk. Met een stuiter wel. Maar hé, hey, hij zit erin. Lekker, man. Klik hier voor nog een video waar de kansen heel klein waren, maar waar alles in één keer toch lukte. Vergeet zeker niet even te abonneren hier beneden op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van meer van dit soort video's. En klik alsjeblieft snel even op deze video, want deze video gaat namelijk weg binnen 3, 2, 1. En het zou zonde zijn dat je dit nog steeds hoort en niet hierop geklikt hebt, want dat betekent dat je deze geweldige video gaat missen. Dus kom op, waar wacht je op? Klik.